Nou, voorlopig de griepverschijnsel weer over en ik ben weer bij stem. Hartstikke idee. Dit is de Daily Minutes nummer 1503 met een uitzending voor vandaag, 21 december 2018. Ik heb zomaar een last van een extra goed humeur. Dit is het bulletin van vrijdag. Vandaag is de data, als het lukt, FSQ6 bij 1500 hertz. Dat is een chatmode waar geen automatische code voor wordt uitgezonden. Je moet hem dus zelf instellen. FSQ6 bij 1500 hertz. FSQ6 bij 1500 hertz. Het is mogelijk om met FSQ plaatjes te versturen en dat is wat ik echt vandaag eigenlijk wil proberen. Maar dan moet ik me bij de lange presentatietekst die we hebben niet te veel verspreken. Ja, dat ga ik meteen doen als je dat zegt. Begin van de week was ik met bewegende beelden via een smalbandkanaal aan het experimenteren. En ik zat daarover te filosoferen met meerdere mensen, heb ik die ideeën hierover besproken. En van Boudewijn VE3 TOK in Canada hoorde ik vervolgens dat er al software hiervoor bestaat. Dat is wel een beetje gek, want ik had er wel eens naar gezocht. Maar toen dat niet te snel wat opleverde, zwelgde ik me in mijn tunnelvisie en zag zo verschillende programma's hiervoor over het hoofd. Het meest interessant lijkt software die gemaakt is door hetzelfde groepje Nieuw-Zeelanders, dat ook modus als FSQ en Domino EX bedacht heeft. Daar ga ik dus als eerste naar kijken. Deze software is de enige software die het goed schijnt te doen via de korte golf met een SSB-zender. Deze software werkt met stilstaande beelden vanaf een live camera bijvoorbeeld of op een andere manier. Verder kun je met die losse beelden dan video's samenstellen. Weliswaar met een heel lage resolutie, maar je kunt er niet live bewegend beeld mee uitzenden. Er schijnt wel software te zijn die live bewegend beeld vanaf bijvoorbeeld een webcam mogelijk maakt. Maar daar is wat meer bandbreedte voor nodig, bijvoorbeeld een FM-signaal. Dat werkt dan ook alleen op VHF en UHF, omdat het behoorlijk storingvrij moet zijn. Eén ding is zeker, dit soort dingen is niet mogelijk met de software die we nu veel gebruiken, zoals FLDigi en de SSTV-programma's. Als we hiermee willen experimenteren, dan moeten we dus zowel aan zend- en ontvangstkant hiervoor software installeren. Maar dat lijkt me geen groot bezwaar. De programma's waar ik me als eerste op wil concentreren zijn dus gemaakt door de mensen rondom Murray Greenman, Zulu Lima 1, Bravo Papa Uniform. Aan de ene kant van het spectrum heb je de groep rond Joe Taylor, die spectaculaire dingen maakt om zo ver mogelijk verbindingen te maken. Aan de andere kant zitten mensen rond ZL1BPU, die minstens even spectaculaire dingen maken. Maar daar moet eigenlijk wel als uitgangspunt altijd bij zitten dat het bij noodsituaties gebruikt kan worden. Ik denk overigens niet dat dit ook voor deze narrowband tv-experimenten het geval zal zijn. Dit systeem bestaat in elk geval uit drie verschillende modes die door Greenman en consorten zijn gemaakt. OFDM, Narrowband TV, is analoog. De tweede variant is Digital NB-TV, dat is digitaal. En de derde is een hybride FM, of het heet Hybrid. Nou, niet te veel verspreken. Het heet Hybrid FM NB-TV en dat is, zoals het woord al zegt, inderdaad een hybride variant. De verschillende varianten zijn ook weer onderverdeeld, elk in verschillende versies. Bijvoorbeeld eentje die voor NVIS-propagatie optimaal is en een andere voor VHF met veel meer resolutie. Om het niet ingewikkeld te maken, begin ik met testen en bekijken eerst met OFDM en BTV, de analoge variant dus. Dat ga ik ook als eerste installeren en er is wat mee doen. Deze reeks programma's maakt, zoals het op de website hierover staat, een lage en bescheiden resolutie zwart-wit en kleurentelevisie mogelijk. Gemaakt om uit te zenden met een bescheiden zendvermogen en ontvangen te worden via een HF-radiokanaal met beperkte prestaties. Het systeem is geoptimaliseerd voor specifieke radiocondities. Er is een versie voor NVIS-condities, zoals op 80 meter 's nachts, en een andere met een betere resolutie, beter geschikt voor hoge banden, en nog een speciale snelle versie voor VHF. De ontvangst van de beelden is door wat oefening eenvoudig af te stemmen, dus dat is wel een beetje een uitdaging. En de uitgezonden beelden die kunnen worden opgenomen en afgespeeld met behulp van de meegeleverde software. OFDM Narrowband TV is een analoge techniek. In feite is het ook een echt zogenaamd fusieontwerp. De overdrachtstechniek is behoorlijk verschillend van de conventionele televisie. Elke beeldlijn die wordt weliswaar afzonderlijk verzonden, maar alle beeldlijnen die worden tegelijkertijd op hetzelfde moment verzonden, elk op een iets andere frequentie. Omdat de zender en de ontvanger op dezelfde snelheid werken, bestuurd door de geluidskaart van de computer, zijn er geen synchronisatiepulsen nodig om het beeld uit te lijnen. En in feite is er helemaal geen automatisch synchronisatiemechanisme. Het is bij dit systeem simpelweg niet nodig en daardoor kan er meer bandbreedte in het beeld zelf worden gestoken.
Modulatie in elk van deze vele draaggolven voor elke beeldlijn, dus eentje, is zeer smal. Enkele hersendeviatie FM. Voor de beste ruisonderdrukking gebeurt dit zo smal mogelijk. En de totale transmissiebandbreedte die bedraagt slechts 2 kHz. Waardoor dus een SSB-zender en ontvanger kunnen worden gebruikt. In het midden van het bandje van 2 kHz zit er een pilootdraaggolf. Deze analoge modulatiesoorten die zijn fuzzy-modi, wat betekent dat de afbeeldingen worden verzonden en weergegeven en dat de signalen hoofdzakelijk analoog van aard zijn en worden geïnterpreteerd met het oog en de hersenen bij de ontvanger. Dit betekent dat signalen inherent zeer immuun zijn voor ruis en bruikbaar blijven totdat ze wegzakken in die ruis. Het ontwerp van de software is zeer veelzijdig en je kunt stilstaande foto's, bewegende gif-afbeeldingen, AVI-films en diverse soorten live videobronnen erbij gebruiken, waaronder bijvoorbeeld webcams, videoopnamekaarten, digitale camera's, schermafbeeldingen van andere software en zelfs live snelle scan-tv, hoewel er slechts 1 frame tegelijk kan worden uitgezonden. Een drag-and-drop techniek maakt het allemaal heel gemakkelijk. Seriesbeelden kunnen later worden samengevoegd tot een bewegend AVI-bestand. Vanwege de lage bandbreedte is het niet mogelijk om bewegende beelden in real-time te verzenden. Elk afbeeldingsframe duurt tussen de 1 en de 9 seconden om te verzenden. 1 seconde is wel spectaculair kort, vind ik hoor. Afhankelijk van de gebruikte variant van de modus. Het ontvangen signaal kan echter worden opgenomen en later sneller worden afgespeeld voor een zeer realistisch bewegend effect. Standaard AVI-bestanden worden gebruikt en de zendprogramma's kunnen dus eerder opnieuw ontvangen. Kunnen eerder uitzendingen opnieuw nogmaals uitzenden. Het is een beetje een kromme zin, ik heb hem nogal raar opgeschreven. De afbeeldingen die kunnen ook worden nabewerkt voor ruisonderdrukking en een meer vloeiend bewegingseffect. De kwaliteit van de bewegende beelden is, let op, 40 of 72 lijnen. Dat is wel vrij beperkt natuurlijk, maar ik heb wat fotootjes ervan gezien, het ziet er helemaal niet onaardig uit. Op de lagere banden, met name bij NVIS-omstandigheden, sterke fading en multipad propagatie, leiden de prestaties onder invloed van ruis en kleurstrepen. De kleurenmodus van de 96 bij 72 pixels wordt daarbij het meest beïnvloed. Op de hogere banden en VHF zijn de beelden echt fantastisch. Een andere beperking is dat de afstemmingsvereisten nogal rigide zijn. Je kunt geen apparaat met een VFO gebruiken bij SSB. Die zijn simpelweg niet stabiel genoeg. De meeste moderne transceivers zijn oké als ze met zorg worden gebruikt. Het afstemmen moet binnen 1 hertz van de uitzending plaatsvinden, 1 hertz nauwkeurig. Maar op VHF in FM, via de stream en bij slow scan radio uitzending in AM speelt het afstemmen verder geen rol. Ik zal het linkje met de beschrijving van de verschillende softwarepakketten zo dadelijk op de site pnlete.nl plaatsen. De diverse programma's kun je, als ik het goed gezien heb, zelfs in 1 zip-bestand per modus downloaden. Het zijn voor ook van de varianten zowel een zend- als een ontvangstprogramma. In totaal geloof ik dat het voor de analoge mode alleen al 6 programma's zijn, plus nog wat tools. Ik denk dat ik er zelf snel mee aan de gang ga, want ik ben reuze nieuwsgierig. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzending in www.pa0ete.nl. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De internetfaciliteiten en studiohardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70MHzShop.nl. 70MHzShop.nl. En microfoon naar retour.